ik ga even een mailtje voorlezen. Die wil ik jullie echt niet onthouden. Ik heb deze voorstelling de afgelopen 3 dagen ook in het theater gespeeld. En eergisteren kreeg ik daar een mailtje over, deze voorstelling. Als een vrouw die had die voorstelling hier gezien. En die wijst mij op een fout in een grapje. Ik zeg namelijk de grap... Als je Marokkaan bent en schizofreen, dan mag je voor mij ook 2 paspoorten. Maar je bent geen schizofreen, je hebt schizofrenie. Nou, het maakt ook niet uit, ik ben erover gemaild en zij heeft dat zelf. En ja, ik kreeg het mailtje ook 6 keer. Maar die... Dat is niet echt. Maar ik dacht wel, voordat iedereen denkt dat ik niet weet wat het daadwerkelijk is... en dat ik echt niet weet dat schizofrenie meer dan... dat je dat niet automatisch betekent dat je meerdere persoonlijkheden hebt... lees ik het gewoon even voor, dan kan het niet misgaan. Dat is weer een rare onderbreking, maar ik wil dit even gezegd hebben. Zijn we daarna vanaf, kunnen we daarna door. Zij mailt eerst naar hier, leuk show, maar... Het woord schizofrenie... betekent letterlijk gespleten geest. Maar over schizofrenie bestaan veel misverstanden. Hier komt die. Want inmiddels is bekend dat deze mensen helemaal geen gespleten persoonlijkheid hebben. Ze bestaan helemaal niet uit meerdere verschillende personen. Goedemorgen. Schizofrenie wordt namelijk vaak verward met dissociatieve identiteitsstoornis. I see dead people. Maar de gespletenheid bij schizofrenie uit zich niet... Zoals vaak wordt gedacht, kijk omhoog naar de zon. Zoek niet in een meervoudige persoonlijkheid, maar in een beeld Nederland is 1 koekje bij de koffie. Waarbij de samenhang in het denken tussen waarneming en gedachten... Oh, ik heb de kracht niet meer voor. En tussen emoties en gedachten in ernstige mate is afgenomen. De kist schreef nog even langs Carré. Althans, voor anderen minder goed invoelbaar is. Waar het voltallige personeel nog even afscheid kan nemen. In Nederland lijden ongeveer zo'n 160.000 mensen aan schizofrenie. Maar soms zijn dat er 2 keer zoveel! Ik teruggemaild. Ik zei, nou, wat jij hebt is niet echt een dissociatieve identiteitsstoornis. Maar dat lijkt meer op Gilles de La Tourette. Mailt ze terug, nee. Gilles de La Tourette is een verzameling verschijnselen die de vorm hebben van ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden, tics. De bewegingstics kunnen elk lichaamsdeel treffen en de geluidtics kunnen variëren van keelschrapen en snuiven tot het ongewild luidkeels roepen van woorden en zinnen. Takketering, nekschot! Meestal ziet men aanvankelijk enkel motorische tics, zoals oogknipperen, grimassen en hoofdschudden. 1 of 2 jaar later hoort men de eerste geluiden, zoals keelschrapen, grommen en snuiven. Pas veel later treden vaak dwanggedachten en handelingen op. Lekker wijf, lekker wijf! Goedemorgen! Soms manifesteren de symptomen zich in een andere volgorde. Lekker, lekker! Goedemorgen! Of allemaal tegelijk. Thank you.